welkom bij ons kanaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Wij maken vandaag bakkeljauw kroketjes. In deze video laten we zien hoe we dit gaan maken. Het is even geleden dat we hebben gevlogd en dat komt omdat we zijn verhuisd. Maar we zijn weer terug met deze heerlijke bakkeljauw kroketjes. Blijf kijken als je wil weten hoe je dit kan maken. Vergeet alsjeblieft niet om te abonneren op ons kanaal. En klik ook op het belletje, zo blijf je up-to-date. Nou, ik ga jullie laten zien wat je nodig hebt om dit te maken. Ik gebruik bakkeljauw, ik gebruik 350 gram. Ik gebruik kruimige aardappels, ik gebruik er ongeveer een stuk of 5, 6. Rode ui. Ik gebruik 5 teentjes knoflook. Je mag natuurlijk ook iets minder erin zetten. Ik gebruik ongeveer 8 eetlepels Maggi. 8 eetlepels sojasaus. Ik gebruik 1 kippenbouillonblokje. Ik gebruik 2 Maggi bouillonblokjes. Een paar stengeltjes selderij. Zwarte peper. En ik gebruik kurkuma. Ik gebruik wat hete pepers. Ik gebruik de achuma. Ik gebruik de helft. Want ik wil hem niet heel pittig maken. En om de kroketjes te paneren gebruik ik 2 eieren. En 2 pakjes paneermeel. Misschien is 1 pakje genoeg. Ik heb voor de zekerheid altijd 2 pakken. Ik haal deze paneermeel altijd bij de Aldi. De paneermeel van deze Aldi, van het merk Albona. Die zorgt ervoor dat je wanneer je bakt in olie, dat hij niet heel bruin wordt. En met de andere paneermeel, die van de Albert Heijn bijvoorbeeld, dan heb je kans dat als je je kroket in de hete olie gaat bakken, dat het heel snel bruin wordt. En dan is de binnenkant soms nog niet klaar. Nou, en je hebt natuurlijk nodig zonnebloemolie om in te bakken. Dan kunnen we nu de keuken in. Zo, nou, ik ben nu eigenlijk in de nieuwe keuken. We zijn verhuisd, dus daarom hebben we ook een tijdje geen video opgenomen. Ze waren heel druk met het nieuwe huis, het verven, met allerlei andere zaken. Maar we zijn terug in de game. Wij gaan heerlijke kroketjes maken. Even kijken, deze zet ik even hier neer. We hebben straks nodig. Waar we mee gaan beginnen is de gezouten bakkeljauw. Ik heb wel eens de vraag gekregen, wat is nou het verschil tussen kabeljauw en bakkeljauw? Nou, het verschil is simpel. Kabeljauw, het is gewoon dezelfde vis, alleen die is niet gezout. Dit is gezouten vis, hè? Je ziet het ook. Droog en gezout. En dan noemen we het bakkeljauw. Wat we als eerste gaan doen, ik ga even een bakje bakken. Is even de bakkeljauw afspoelen. Even het meeste zout weghalen. Ik hou van de kroketjes best wel lekker zoutig. Wat je kan doen is ook even een nachtje laten weken of 3-4 uurtjes. Even in koud water. Ik ga ze even afspoelen en dan ga ik ze 20 minuten koken. Nou, en dan is het eigenlijk het meeste zout ook al weg. Ja, hier is dan natuurlijk nog wel lekker zoutig. Maar daar houden wij wel van. Dus wat we nu gaan doen is eerst even wassen. Gewoon met koud water. Even onder de kraan afspoelen. Even goed omspoelen. Nou, dan zie je al dat het meeste zout eraf is. Het is natuurlijk helemaal ingetrokken, hè? Maar dat gaan we zo meteen eruit koken. Even uitlekken. Zo. Ik ga even een pan op het vuur zetten. Ik
in. Van een grote pan. Zet ik de macchiato's erin. En laat ik het ongeveer 20 minuutjes even lekker koken. Zo. Lekker aan het koken. Dan ga ik ondertussen even de aardappels schillen. Kunnen we die ook alvast koken. En die lekker zacht worden. Ik gebruik de iets kruimige, want die gaat net iets makkelijker er doorheen. Nou, we hebben van veel mensen gezien hoe ze deze kroketjes maken. En we hebben onze eigen draai eraan gegeven. Ja, eigen kruiden toegevoegd om te kijken wat lekkerder is. Nou, uiteindelijk dit zijn we op dit recept uitgekomen. En geloof me, echt super lekker. Het is echt het proberen waard. Je kan ze ook altijd in de vriezer bewaren. Haal je ze wanneer je bezoek hebt of wanneer er een feestje is, kun je ze zo uithalen. Laat ze even ontdooien. En dan bak je ze lekker in olie. In plaats van aardappelen. Kijk, we hebben ook wel andere kroketten online staan. Van kip en de Antilliaanse kroket. En dan gebruik je meel. Maar bij de bacalhau, je kan ook voor deze meel gebruiken. Dat kan. Maar omdat die vis zo lekker zout is, maakt het heerlijk met aardappelvulling van binnen. Veel mensen, als ze kroket eten, hè, dan denken ze ook vaak, ook al zit er meel in, dat het aardappel is. Hè. Het gaat daar een beetje, het is natuurlijk die zetmeel, het gaat daar naar smaken. Nou, in deze zetten we dus wel aardappel. Er staan allemaal hele nieuwsgierige kinderen voor het raam. Ik zou eigenlijk de camera even moeten omdraaien. Kijk hier. Boefjes. Ze zitten te wachten. Ze kunnen niet wachten tot de kroketjes klaar zijn, volgens mij. Even dus omspoelen. En dan doen we water erin. En hoef geen zout erheen. Bak je juist genoeg zoutig. En normaal als je aardappelen kookt weer een beetje zout erdoor. Hoeft nu niet. En dan zetten we deze op het vuur. Nou, ondertussen dat het aan het koken is, gaan we alvast even uitjes snijden. Ik gebruik één rode ui. Tenminste, als deze een beetje groot zijn. Valt mee. En een schone. Niet te weinig, niet te veel. 5-6 stapjes ongeveer. Wat zei je? Je moet een beetje harder praten hoor, want ik heb de kookdingen aan. Oh, oké. Hoe laat komen jullie dan? Hoe laat komen jullie dan? We komen met 6 uur, 7 uur. Oh, oké. Okay. Oh, jullie komen vanavond na het eten? Ja, we komen vanavond. Oké. Okay. Nou ja, prima, toch? Ja, zeker. We moeten ook even thuis. Ja, nee, helemaal goed hoor. Dat is prima. Dan zie ik jullie vanavond wel. Ja. Ja? Wat zei die? Nou, ik ben nu aan het vloggen. Maar komen jullie eten of niet? Oh, als we 6 uur 7 uur komen, dan komen we ook eten. Oké. Is goed.
Dan houden we daar rekening mee, ja? Ja. Oké. Tot straks. Doei doei. Tuurlijk komen ze eten. Wie wil niets bij ons eten? Gezellig. Broers komen vandaag. Het is morgen vaderdag. Maar ze zitten natuurlijk allemaal midden in de examens. Ik ga het even zo hakken. Ze zitten allemaal midden in de examens. Einde schooljaar natuurlijk. Het is allemaal heel spannend natuurlijk. Dus komen ze vandaag gezellig eten. Zet ik even erbij op het schaaltje. Dan kunnen we dit straks lekker lokken. Lekker voelt me zo. Heerlijk. Altijd mooi hè, die kleuren. Zo. Ik ga eens even kijken of de macchiato klaar is. Dan ga ik het even afwassen hier. Lekkere geuren. En dan gaan we zo kijken of de macchiato klaar is. En de aardappelen gaar zijn. Nou, de bakkiauw is klaar. Heeft 20 minuten lang gekookt. En dan kunnen we dit even afgieten. En dan kunnen we het zo uit elkaar halen. Nou, de aardappeltjes die zijn ook klaar. De aardappeltjes die zijn ook klaar. Die heb ik al even uitgezet. Die gaan we ook even afgieten. Dat is nu de volgende stap. Dan weer terug in de pan. Nou, die zijn heerlijk gaar. Kijk, na 20 minuutjes dan zijn ze lekker klaar. Zo, spoel ik dit even om, want ik ga de bakkiauw ook eventjes afgieten. Deze kan even afkoelen, gewoon even op het fornuis weer staan. Met het vuur uit natuurlijk. Die gaan we ook even afgieten. Uitjes, selderij, knoflook, die gaan we hier even lekker in bakken. Ik ga zo de bakkiauw toevoegen. Ik ga eerst de bakkiauw even een beetje pluizen. Dus uit elkaar halen. Kijk, de bakkiauw is nu heel zacht. Dus dat kun je nu eigenlijk heel makkelijk je dat in stukjes zo er doorheen doen. Kijk, het valt gewoon uit elkaar als het ware. Even een kleurtje. De bakkiauw toevoegen. Bakken. En dan gaan we zo de groenten er doorheen, of de kruiden er doorheen doen. Een bouillonblok. Klein maken, malen. Extra smaak toe. Zo, deze ook nog er doorheen, twee stuks. Oké. Zoals ik al zei, ik doe een ajumma-peper er doorheen. Maar ook de rest kun je ook gebruiken. Ik doe de helft. Ik doe de helft. En dan zet ik hem erin. En dan pak ik vanzelf smaak. Ik ga niet de stukjes er doorheen doen. Mooi, ik ga nog even wat olie toevoegen. Even drogen. Scheutje. Ik
eetlepels mag je erdoor. Ook 6. Zo, heerlijk. En de sojasaus doorheen. 1, 2, 3, 4 en 5. Ongeveer 1 theelepeltje. Kom maar erdoor. Zwarte peper, ook ongeveer een theelepel. Zo. En dan gaan we door de aardappels voegen. En die aardappels die splitten we dan lekker erdoorheen. Je kan het pepertje er weer uithalen, je kan hem er ook in laten. Mag erin. Ik heb het mengsel heb ik de hele nacht even laten staan, zodat het een wat hardere substantie wordt. En dan is het makkelijker om te rollen straks. Dan ga ik wat spulletjes klaarzetten. Nou, nu hebben we natuurlijk de ei en de paneermeel nodig. Ik gebruik ook altijd even een stukje folie om de kroketjes te rollen. Even een bordje waar ze zo in kunnen als ze klaar zijn. Wat ik als eerste doe, is ik ga even 2 eieren in een bakje doen. Voeg ik een klein beetje water aan toe. En dan kluts ik dat even door elkaar. Zo. Nou, ik pak ook nog even een bordje erbij. Daar doe ik wat paneermeel in en daar rol ik de kroketjes in nadat ik de ei overheen heb gezet. Nou, gewoon zo. Een beetje. Ondertussen staat de koker naast me aan. Pak je een beetje, daar rol je even een kroketje van en dan zet je hem in de ei. Daarom laat ik hem altijd een nachtje in de koelkast staan, want dan is hij wat harder geworden. En dan rol je hem door de ei. En dan door de paneer. En ik herhaal dat proces 2 keer. Jij ja, moet er zeker wel gekomen. Mooi, dan gaan we een beetje olie in de pan zetten. Laten we even goed heet worden. Ik heb ongeveer 28 kroketjes eruit gehaald. Ik heb een paar grote en een paar kleintjes gemaakt. En nu gaan we ze bakken. Als je omdraait, en dan bak je ze
totdat ze lekker bruin zijn. En dan zijn ze klaar. Laat ik jullie zo het eindresultaat zien. Nou, de bakkejauw kroketjes zijn klaar en het is tijd om te proeven. Ze zien er lekker uit. Gaan we even proeven. Kijk al. De binnenkant. Heerlijk. Hey, eet smakelijk!